Test. Test. Oh, het werkt. Oké. Test. Oh, het werkt. Oké. Test. Oh, het werkt. Oké. Oh, het luistert naar dat dan. Natuurlijk, natuurlijk. Ja, dat moet hem zijn. Ja, dat moet hem zijn. Test, test. Ja, dat moet hem zijn. Test, test. Test, test. Test, test. Nee, iets klopt niet. Waarom hoor ik mezelf constant terug? Nee, iets klopt niet. Waarom hoor ik mezelf constant terug? Oh, hij pakt geluid van dingen natuurlijk. Vaak. Test, test. Oh. Ja, dacht ik al. Dat is het probleem. Oké, okay, als ik het nu doe, test, test. Nee, ik hoor niks terug. Oké, okay, dan. Oké, okay, dat is goed. The fuck? The fuck? Behoor ik mezelf weer of? What the fuck? Wat man, wat is dit? Wat is dit vastgebonden? Oh, Red, jij bent het. Oké, oké. Ik ben echt kloot constant om twee uur wakker te worden en shit. Ik snap echt niet goed. Hé, hey, Zaido, ja maar 5 minuten bro, 5 minuten. Ik hoop gewoon dat AMD gewoon die prijzen gewoon goed fixt. Dat is gewoon, dat wil ik gewoon. Geef goede prijzen, zodat Nvidia al die shit laag kan zetten. Kom, ik wil die 3060 hebben. Oké, okay, dat komt zo terug, oké. Okay.
Kom op. 4 minuten, kom op, 4 minuten. Ik wou facecam doen, maar het nam te veel tijd. Echt te veel tijd. Ik weet niet, misschien midstream kan ik het misschien nog fixen. Alsjeblieft, AMD, kom met goede prijzen, alsjeblieft. Maar ik heb ook geen goede prijzen. Ik zweer, als AMD niet met goede prijzen komen, dan, hoe dat ook klinkt, dan zijn we afhankelijk van fucking dingen, van Intel en Imagination. Maar het ligt ook aan, ik bedoel, Imagination heeft echt net, nou niet net, misschien een paar dagen geleden gehad, als wij, we komen terug en shit. In Intel, ja, Intel heeft gewoon, ja, Intel is gewoon Intel. Oh ja, dat is shit. Ik weet niet wat die selfie stok is. Maar ik heb ook geen zin om die shitcam te gebruiken. Oh, 2 minuten, 2 minuten. Er staat 60 seconden bij dingen, maar ja. Oh ja, nu pas is het. Ai, ai. Nog 1 minuut. Oh shit, oh shit. Oh fuck, oh help. Oh, daar is het. Oké, het gaat zo beginnen. Let's fucking go. Oh! Oh shit. No, maar in ieder geval, ik bedoel het al om de 100.000, ik bedoel shit.
hype is real, the hype. Wat? Ah. Oké, ja, cool. Oh shit. Wat? Thank you all for joining us today for this second half of our next-gen PC platform launch. I loved seeing all of your excitement when we introduced the Ryzen 5000 series a few weeks ago. It was actually the most watched launch video in AMD history. Damn. And I must say, we're very proud of what Zen 3 brings to gamers. But today is all about Big Navi. I'm really excited to show you the new RDNA 2 architecture and our full stack of Radeon RX 6000 series products. As you know, we brought the first generation of RDNA architecture to market in 2019 with the Radeon RX 5700 XT. And with the combined launch of the 5700 XT and the Ryzen 3000 series, AMD became the first company to introduce a high-performance CPU and GPU together. And we delivered a winning combination of computing and gaming performance, including CPU and GPU of the year in 2019 from PC Gamer. Now, 2020 is really the year of the gamer. I know many of you can't wait to get your hands on the next-gen consoles. Whether it's the Microsoft Xbox Series X and Series X, or the consoles. 5, we are so proud that AMD is enabling these incredible games. Ja, ik bedoel... Which is why we like to say that AMD is ik bedoel, where gaming die technologie is. Now, earlier this month, I showed you our new AMD Ryzen 5000 series, the world's best gaming processor. Our next-gen Ryzen processor combines absolute performance leadership in single-threaded performance, gaming, and creative workloads with leadership performance per watt. And for millions of you, it's a drop-in upgrade to your existing AM4 motherboard. Now, as successful as we've been with Ryzen, many of you have asked us to compete at the highest end of gaming GPUs as well. And today, we're ready to show you exactly what we've been working on. I'm so excited to show you the Radeon RX 6000 series. It's absolutely the most powerful gaming GPU we've ever built. I think you'll be pretty pleased with what you see. I often talk about the fact that we're on a journey, and we are on a journey. Just like with our Zen CPU architecture, we're on a multi-year journey in GPUs with our RDNA architecture. We designed RDNA specifically for gaming, and our first-gen RDNA products delivered 50% better performance per watt over our GCN architecture. We wanted to take another big step with RDNA 2 and deliver another 50% generational improvement in perf per watt. And with RDNA 2, we also set the very ambitious goal to deliver leadership gaming performance. And now, I'm very happy to show you for the first time, Big Navi. This is the chip at the heart of our high-end Radeon RX 6000 series. 26.8 billion transistors built on 7 nanometer process technology. Big Navi is our first product powered by RDNA 2. We have made incredible progress on the architectural front.
And now let me turn it over to AMD fellow Laura Smith to give you more details on the architecture. What chonker? Thank you, Lisa. Our graphics architecture roadmap has a clear goal: gaming leadership across the ecosystem. The GCN was a great architecture, but we knew we needed to rethink graphics and build the best engine for the future. We wanted to build a set of technologies that game developers could use across all platforms. The first major step was RDNA, introduced last year. RDNA was a new architecture and used a 7-nanometer process node, which helped us with the large initial gains. We committed to you that our engineers had plans in the works for RDNA 2, and we would be back quickly with another significant improvement. By combining our expertise in CPU design, deep gaming history, and broad ecosystem partnerships, RDNA 2 is built to be the gaming architecture for all gamers across console, PC, and beyond. We had some very ambitious goals with RDNA 2. Significantly higher performance, 50% improvement in performance per watt, and new hardware features. Individually, each of these goals is challenging. When combined, they become extremely difficult because as you push performance, a natural side effect is more power. New features also mean more computation, further challenging both speed and power metrics. For RDNA 2, we made significant gains in all these areas. The compute unit is the core of the architecture. We advanced all aspects of the compute unit design, leveraging techniques first developed in CPUs. We deployed pervasive fine-grained clock gating, reimagined the pipeline to aggressively maximize performance. You're definitely not fucking around with this architecture. Minimizing data movement. In combination, these elements made the compute units 30% more energy efficient, allowing them to be pushed faster. Gaming at 4K requires more data to be brought into the chip. The amount of data more than doubles as we move from 1440p to 4K. The more efficient the memory subsystem is, the higher fidelity the images are, and the more you can push the frame rates. We took a new approach to solving this technical challenge for gaming and deployed a graphics-optimized, high-density, high-speed cache based on the Zen L3 cache. We call this the Infinity Cache. Minimizes bottlenecks, latencies, and power consumption. Our specialized Infinity Cache, combined with a 256-bit G6 interface, delivers more than twice the effective bandwidth of a traditional 384-bit G6 solution and at lower power consumption. High frequency is important for gaming performance. RDNA 2 is built with custom libraries and high-speed design flows, maximizing frequency in 7-nanometer. With RDNA 2, our silicon design and architectural improvements, we are able to deliver 30% faster frequencies in the same 7-nanometer process node. Pulling all this together, the RDNA 2 architecture beats our aggressive performance per watt goal. What? It is 4% meer dan ze vorig jaar dachten. Holy shit. We focus on bringing new hardware features into the architecture. We partner closely with Microsoft on DirectX 12 Ultimate features, including DirectX ray tracing, variable rate shading, mesh shaders, and sampler feedback. RDNA 2 will also support Microsoft Direct Storage API. We're excited about this new API that will enhance the gaming experience by significantly reducing game asset load times from large SSDs. We compared the performance of RDNA 2 to our prior generation. And when we put it all together, on average, RDNA 2 delivers double the performance. And with great power efficiency. We are so proud of als je al video's hebt gezien van hoe snel eigenlijk een Xbox of een PlayStation die ding kan loaden, dan heb je misschien al een kleine voorbeeld ervan. RDNA 3 team is well into execution. Let me welcome Scott Herpelman. Want RDNA gebruikt eigenlijk die ding van hoe heet het? Van PlayStation. PlayStation. Van Microsoft zelf. Ik bedoel, je speelt meest PC-games op Windows, dus. Hello to all Scott, of the gamers tuning in. Jabated. To our Radeon RX 6000 series product reveal.
As a hardcore League of Legends and Borderlands 3 player and playing these games on our RX 6000 series over the past few weeks, I'm so excited and proud to be here with you today. Allow me to introduce you to our brand new AMD Radeon RX 6800 XT graphics card. The 6800 XT is purposely designed to play all of your favorite AAA games at 4K and at the highest quality settings available. It comes with 72 compute units and runs with a game clock of over 2 gigahertz. Holy shit, 16 gig? 2.25 gigahertz boost clock that pushes some of the highest. Die boost clock is gevaarlijk, bro. Het is over de 2 gigahertz. Holy shit. All thanks to the incredible work done by our engineering team on the RDNA 2 architecture. Boost. The 6800 XT will also feature 128 megabytes of Infinity Cache that is power efficient while driving the bandwidth needed for high resolution gaming. Paired with 16 gigabytes of blazing fast GDDR6 memory, you'll be ready for the most demanding high-resolution games that you want to play. And we've delivered all of this incredible performance with a total board power of just 300 watts. As you can see, the 6800 XT not only delivers on 4K 60 frames per second, but in most cases, it overperforms. We've been maxing out all the settings in games like Battlefield 5, Borderlands 3, and Call of Duty Modern Warfare. And the performance has just been awesome to experience. Let's take a look at how the 6800 XT competes head-to-head against the latest offering from the competition. Here, we compare their best API scores to our best API scores. The best versus the best. Ze gebruiken best API, dus het kan hoog zijn voor Vulkan of voor... Weet het? DirectX 12 of zo. And has some significant wins across a variety of titles. Luister van 4 sowieso DirectX 12. And it does all of this at less power consumption than the competition. For the 1440p gamers out there, we have some great results for you too. Over the last several years, more and more gamers have adopted 1440p monitors. Whoa, Battlefield 5 though. Holy here shit, are the same that games is all we showed you before, running the same best versus best API scenario at 1440p resolution. I personally love seeing so many games running at over 100 frames per second. This is a bloodbath. Maxed out. This is just holy an incredible shit. Amount of performance. Dat had ik niet all in all, the 6800 XT. Okay, misschien is dit niet een bloedbad. AMD moet gewoon de prijs laten zien. Gewoon van G. More performance we are delivering. Ons shit is goedkoop, klaar. Cool features. Chanton. The first is a one-click overclocking button we built in Rage mode. One-click overclocking. Holy shit. Now Rage mode automatically takes advantage of the overclocking headroom built into your GPU to give you every bit of performance it has to offer. And the second is made possible because of the fact that only AMD can deliver both high-performance processors and high-performance GPUs. We call this new feature AMD Smart Access Memory. AMD Smart Access Memory unlocks the greater amount of high-speed memory from the AMD Radeon RX 6000 series graphics cards to the AMD Ryzen 5000 series processors. What and it is dit? Levels of ik had een raar gevoel, AMD zou zoiets flikken. Sinds de APU's voor de laptop, ik had al een gevoel, AMD zou dit doen. Maar holy shit, dat had ik niet voor. Becomes automatic. When you combine AMD Smart Access Memory with the one-click overclocking you'll get a boost. Hoe legt het uit? Je hebt die AMD CPU's en je hebt ook die GPU, toch? Als je ze beide hebt, kunnen ze samenwerken en meer frames fixen voor je. Helemaal lijp. Ik had al een raar gevoel dat AMD zoiets zal doen. However, we can also improve the game during reducing latency. The differences of milliseconds of latency in a competitive game can be the difference between a major win and a major loss. Last year, we pushed the industry to recognize there was a better way to provide competitive gamers with less latency from mouse click to the screen. Giving competitive gamers who own the RX 5000 series a serious leg up on their competition. Today, we are pushing the boundaries again and further reducing latency in competitive games for even better results. Combining the latest implementation of with the FreeSync monitor can reduce the lag in your DX9 and in your DX11 games. In Fortnite, for example, gamers can realize up to 8 milliseconds of latency reduction by simply enabling this feature in Radeon software. More recently, we introduced Radeon Boost, a unique feature that's a step beyond anti-lag. For select games, Radeon Boost offers dynamic resolution in response to your mouse or controller inputs, Fortnite or 4K, leading to higher frame rates, and as a result, quicker responses to your input.
Both Radeon Anti-Lag and Radeon Boost can be enabled via the Radeon software that comes with your graphics cards, and neither of them require a proprietary API or a game integration to provide latency-reducing benefits. Oh, you can see the combination of these technologies can contribute up to 37% latency reduction in highly competitive games like Fortnite running at 4K. Now, performance is king, but let's talk for a minute about how we are improving the visual experience as well. With full hardware support for DX12 Ultimate, the Radeon RX 6000 series is ready to enable ray tracing and variable rate shading in upcoming titles. We've also expanded our library of Fidelity FX features to work hand-in-hand with ray tracing, compute, and shader effects to enable the higher level of visual fidelity while ensuring high frame rates. For DX12 Ultimate, we've added an optimized denoiser for ray tracing effects and a variable rate shading algorithm that can adapt image quality based upon luminance and motion. We've also added a suite of compute-based effects to be used alongside ray tracing, variable shading, like super optimized screen space reflections, and an optimized ambient occlusion. Okay. We're always looking to help developers with new initiatives and are already working on a super resolution feature to give gamers an option for more performance when using ray tracing. As of today, our AMD Fidelity FX supported games list has grown to 35 titles using a variety of our features. Oh. So let's take a look at some of these new features in an upcoming game with never before seen footage from Counterplay Studios and their fantastic game, Godfall. Godfall is a brand new third person perspective, next generation looter slasher that challenges gamers to engage in high impact melee combat as they hunt for loot, equip legendary armor, and defeat vicious enemies. Leveraging the latest DirectX 12 Ultimate API, Godfall features DirectX ray tracing, variable rate shading, and supports Fidelity FX Cast to deliver incredible levels of stunning fidelity. I personally can't wait to play this game, and I think it looks absolutely fantastic. Now, let's hear from a few more of our game developer partners about the work they've done with us on RDNA 2 and what you can expect in their games coming soon. Ik wil de prijs gewoon zien. Oké, Far Cry 6. Oké, dat is niet erg. Far Cry 6 and some of the new technologies we've been collaborating with AMD on to make our game the most immersive and beautiful Far Cry ever. We've been working together to take full advantage of the new Radeon RX 6000 series and RDNA 2 architecture for best possible experience. We've been very impressed by AMD's latest tech and joined forces to bring Fidelity FX Cast, DXR ray tracing, and variable ray shading to Far Cry 6. We're using VRS Tier 2 to use a compute shader to generate a control texture, which analyzes the luminance and gives us control at an 8x8 tile level as to what shader rate we're going to be using. This enables us to render much more quickly, but keep the same quality level. Oh, ik dacht dat die video gewoon shit was. Great partners like AMD to bring some new features to World of Warcraft. World of Warcraft is built on a custom engine using the DirectX 12 Ultimate API. Another great feature on the RX is World of Warcraft? DXR ray tracing. Here you can see ray tracing evident and how the shadows are interacting with your character. What you're seeing involves incredibly complex computations on the RX 6000. This is a level of realism that hasn't been possible until recently. The RDNA 2 architecture and the Radeon 6000 series allowed us to introduce some of the latest DirectX 12 Ultimate technologies into our engine. Real-time ray-traced shadows allow us to introduce additional shadow casting lights into the scene that provide much more immersion and detail into the world. Over the next few weeks, developers of these incredible games will show never-before-seen gameplay with gorgeous graphics that use a combination of ray tracing and fidelity effects running on the Radeon RX 6000 series graphics cards. Be sure to check out AMD.com starting tomorrow to see more. I'm happy to announce that the Radeon RX 6800 XT will be available on November 18th, starting at $600. Oh, shit! But we are not done yet. Today, we are also announcing the Radeon RX 6800. What? 60 compute units,
a 1.815 gigahertz game clock with a boost clock of 2.1 gigahertz. Cool. It will feature the same 128 megabytes of Infinity Cache and be available with 16 gigabytes of GDDR6 memory. With a board power of just 250 watts. The Radeon RX 6800 is a fantastic entry into 4K gaming, delivering more performance than the 2080 Ti, which was launched. AMD wil deze chapjes gewoon een kappersklap geven of zo. The 6800 delivers over. Bro, tegen de RTX 2080 Ti. Giving you the confidence. Oh, plus nog met die Smart Access Memory als je nog een Ryzen shit hebt. Oké. Same great performance extends to 1440p resolution, where the RX 6800 tears through the latest games, delivering about 18% more performance. Than the 2080 Ti. What in the fuck? The Radeon RX 6800 580. Okay, then. Okay. That's wild. Now, let's bring back Lisa to wrap things up. Shit. De kill die prijs nog lager, nog lager. Kom op. Oh nee, nee, maar nu is het shit. Als Nvidia terug op het klappen, dan gaan ze nog goedkoper maken. De AMD Radeon 6800 XT en 6800 deliver simply incredible 4K en 1440p. Ja, want het ding is, bij die vorige generatie hadden ze al gejabbeed. This is the power of RDNA 2. And once we add the smart access memory technology, gamers can even get higher frames per second when pairing Radeon 6000 GPUs with Ryzen 5000 series. Now, I saw online that some of you were wondering which big Navi product we previewed during our Ryzen 5000 launch earlier this month. For the record, that was the 6800 XT. But you know, we always save the best for last. Kill, 6600 XT! Komt er aan, baby! So today, that means I have one more GPU to play. Oh shit, oh shit! With the Radeon RX 6800 XT. We knew that the RDNA 2 architecture could give gamers even more. I'm so excited to show you... Ja, kill, ze gaan nog één nog lekpergiksen! Radeon RX 6900. Ja, 6900 XT. Now, isn't this just absolutely gorgeous? And you'll see that it's actually relatively compact for all the performance that it delivers. It's actually the same size as our 6800 XT core. Oh. Our top of the stack Radeon GPU is built for the ultimate in 4K gaming performance. What's it be? 6900 XT combines 80 compute units with a 2.25 gigahertz boost clock to deliver even more performance at the highest settings. With 16 gigabytes of graphics memory, the 6900 XT is ready for the most demanding next-gen games. Deze ding geeft gewoon kappers aan Nvidia. RDNA 2, we've been able to deliver all of this with a total board power of 300 watts. Now, Laura showed you that we achieved a 54% generational improvement in perf per watt with the 6800 XT. With the 6900 XT, we improve things even more. Oh fuck, oh help. 65% with the first gen RDNA. I'm so proud of our engineers who worked incredibly hard to optimize every aspect. Holy of shit, AMD is terug. AMD is terug, boys. Translates to gaming performance. Running at 4K with the highest settings, the 6900 XT looks absolutely fantastic. It's extremely competitive across the board. Consistently delivering 390 Nee. Let's take a look at the performance Ragemo plus Smart Access in Battlefield 5, Call of Duty, and Gears of War 5. All of this is at lower power with a smaller card form factor. What in now, the fuck? Let's talk about price and availability. The AMD Radeon RX 6900 XT will be available on December 8th starting at $999. You asked for AMD to bring the highest graphics performance to the gaming market, and we're doing just that. I hope you now feel that with the Ryzen 5000 series and the Radeon 6000 series, AMD is your best choice for your next generation PC gaming platform. Oh. Whether you want a game with ultimate ik zeg eerlijk, ik zou ook gewoon stiekem gewoon die 5800 ik samen fixen met die 6800. Dat geef ik gewoon eerlijk toe. Across the board, for every gamer at every price, AMD has a CPU and GPU combination for you. So I hope you're as excited Dat is, het is goedkoper dan de 3090. Die 3090 gaat voor iets van 1200 of zoiets. Starting November 5th, the Radeon RX 6800 starting November 18th, and the Radeon RX 6900 XT starting December 8th. To wrap up here, this has been quite a journey for us. Oh, and I'm incredibly shit. Proud of our CPU and GPU teams who have worked years for this moment. AMD is delivering the best to the industry. We want to thank all of you for your passion and enthusiasm and for always pushing us to be the best. Holy shit, bro. Holy shit. That's
moet ik... Girl. Ik zit... Holy shit. Mijn gedachte is... Ik dacht niet dat... Ik had toch een gevoel. Ze zouden matten met de 3080 gewoon. 100%. Maar de 3090 had ik niet gezien. Dat had ik niet verwacht, man. Had ik echt niet verwacht. Wat? Ja, maar nu... Nu moeten we wel een beetje bang zijn voor wat Nvidia gaat doen. Ik bedoel... Van fuck, hè, met hun 8 nanometer bullshit. Die niet eens goed werkt. Maar... Ik denk dat ze gaan die prijzen van die 3080 gewoon omlaag gooien. En dan fixen ze nog dingen 3080 Ti. Zoiets doms kunnen ze doen gewoon. Ik heb al wat gevoel met Nvidia. Kill, hoe? Ik heb het een beetje gezien. Ze gaan naar plus ultra, kill. Je gaat van... Je springt niet eens naar 3. Je gaat meteen naar ultra instinct. Oh dear, wacht even hoor. Laten we even switchen naar videocard. Kijk wat hij zegt. Even kijken. No, maar dit is... No. Dit is gewoon nasty, bro. What in the fuck? Ik zeg gewoon op die manier zo... Oké, wat heeft die WCC Aftek? WCC Aftek is sowieso als eerste. Ik kan niet, maar ik kan die lijn niet meer vinden. Hun zijn nog niet. Nee. Oké. Like, holy shit. Bloeg aan huis. What in the fuck? Wat was? Dit is gewoon... Gee. Je PC wordt kaatsen. Dan geef je hem nog meer. Ik zou ook happy zijn als er ook een... Wat was het? 67 XT te zien of zo. Nu dat ding is zo, dat... Maar... Nee, aan de andere kant hoeven we ook weer niet. Want we hebben... Ja, we hebben de 6800 XT. Ik bedoel, de normale versie, niet de XT. Oké, wacht, laat ik het doorscrollen. I just got home. En de presentatie is ook net voorbij. What in the fuck is dit? Je moet gewoon even beseffen van... Hoe het je zo geklapt, kerel? Dat dus. Je moet gewoon dat gewoon beseffen, gewoon. En beseffen... Ik bedoel, RTX... 3070 is het is on par met een 2080 Ti. En goed dat ze liever dat hebben gezegd dan 3070. Maar holy shit, dat is... Die boost clock is echt gevaarlijk. Like, what the fuck? Ding gewoon plus ultra of zo, man. What the fuck? Kill what in the hell? Rijen per set. Wat bedoelen ze met dat? Gewoon... Wacht, Red, ik hoor je echt niet goed. Wat zeg je? Robot. Ik heb wat over die frames. Hebben ze het over de... Ja, ik hoor je echt niet goed. Wacht even. Okay. Wolfenstein
Okay, Blue, in a nutshell voor jou, ik weet niet, het is best wel duidelijk. AMD heeft deze nieuwe generatie wel videokaarten laten zien. Dit zijn de highest end, gewoon de top die ze gaan verkopen, omdat bijna voor, ik denk, twee of drie jaar, iemand in de chat alsjeblieft, corrigeer, maar ik weet, voor heel lange tijd hadden ze geen high-end videokaarten, en nu hebben ze dit gedropt, ik, what the fuck? Oh, ja, cool. Wow, ik hoor je nog, oh. ik hoor je nog beter zelfs, holy shit. Oh, ik heb mijn dinges net gezet. Ja, wat ik net zei, is het die frame dat je zo op de PC gewoon speelt? Die, ja, het is gewoon die frame per seconde. Aha. Oh, holy shit, man. En wat zijn die... Oh, dat is van die... Oh. Ja. Nee. Dit is op 1440p. Ik bedoel, als ik een van die videokaarten ga halen, ik ga toch op 1440p spelen. Ik heb niet echt veel aan 4K. Ik bedoel, ik haal toch een Series X. Ik bedoel, daar speel ik toch maar fucking 4K op. Maar weet je hoe pijnlijk het is? Goh, ik bedoel... Weet jullie hoeveel de RTX 2080 Ti kost? How much? Bijna 1200 of 1300 euro. En dat is in retail. Wow. En dit ding kost, wat zei hij? Iets van 500 nog wat of zo? 500, bro. Kill my wallet now. 580 dollar. Dat is bijna... Ja, het is... Ja, met belasting weet ik veel wat. Laten we zeggen... Net 600. Maar het verslaat ook weer de RTX 3070 die voor 500 kost. Maar ik... Fuck! Fuck! Fuck, indeed. Ja, fuck. Fuck! Dat is die gevoel, je kijkt naar je portemonnee en je denkt van, ik heb het geld, ik heb deze. En ik vind het zielig voor mensen die überhaupt gewoon die niet konden wachten voor die RTX, voor die, ja, 30 nog wat of zo, 3070, want die is on par met die weer. En die kost 500. Dit is gewoon, fuck. Dit is van Tinder Push Behind You, not the person, en word je van achter gestapt. Ja, maar wat voor fucking Among Us bullshit is dit, kill? Wat in de hel? Wacht even. Oké, weet je wat? Kijk die prijs daar. Maar alles komt op november. Maar ze schotten in 20. Niet zo hopeloos. Plus je moet dingen. Plus je moet nog een klein beetje gaan matten om te kijken als je dat ding echt als eerste kan krijgen. Of nou. In ieder geval de voorraad. Uit voorraad kan krijgen. Dat is die shit juist. Alles is op 21. Maar dat scoopt mij 21. Nou ja, dat ook nog. Huh. Pro gamer. Ja. Als je naar die boost klok. Laten we die boost klok zien. Ja, die boost klok. Ja, dat ding is onmega gevaarlijk. Dat ding. Nou man. Ik ga daar ook. Ja. Dit is voor de 6800. Die XT, we gaan zo terug naar die XT. Kijk, ja, dat ding. Nou, maar dat ding gaat je echt bossen. What in the fuck, hoor. Oké, Zarido zegt ook iets. De enige die hier goed uitzien gekomen is degene die RTX 3080 voor mijn MSRP. Ja, klopt. Ja. Want ik weet echt niet wat de MSRP van 3080 was, maar wat was het? Toch 700 of zo? Ik weet niet, man. Ik bedoel, die hele gedoe met die 4K, ik weet echt niet meer wat de originele prijs is. Oh mijn god. De 60 computer unit, 15 megahertz game clock. Ja, die boost klok 21,5 en nou ook nog de Infinity Cache gedoe. 16 giga memory.
Ik, bro, en dat 16 giga, en dat besef. Voor 580. Dit. En wat krijg je bij dingen? Bij de 37 krijg je 8. Je krijgt letterlijk in je dubbele. Voor bijna hetzelfde. Oké, okay, ik denk in principe je peet soort bijna voor die prijs voor het. Ja, je peet denk ik voor de RAM eigenlijk. Als je het zo naar kijkt. Fuck. Oh, ja, kijk hier. Zal je even de MSRP gegooid? €720 hier zo in de Nederland. Dat, in Nederland. Dat is hoeveel de 3080 hoort te kosten gewoon. En ik ben net op Tweakers gegaan. En ik zie die shit voor. Nou, het is een variant van Asus. Maar ik denk ik zag 966 of zoiets. Wacht, nee. 30, nee, dat is 30. Oh nee, dat is die van MSI. De X3. Maar dat zijn die gevaarlijke duur van je. 966. Wacht, laat me kijken als ik heel snel kan switchen. Ja, oké, okay, maar het is ook echt niet available. Fuck dat. Oké, 380. Ook niet. Wat? 918, dit is nee, want dit is gewoon een naaistreek. Oké, okay, wacht, nee, dat is een mens bekeken. Laten we dat wel stil opnieuw. Tweakers, bro. Wat? Dit is niet nieuw, dit is het fucking 2060 OCV. Ik weet niet wat dat is, man. Fuck it. Waarom zie ik 2060? Wat? Nee! Dit is cursed. Ja, dit is vorige generatie, dat maakt niet uit. Waarom? Waarom is dit ding te koop? Oké, 30. Nee, maar dat is. Grap, een 30, die 3090 gaat voor bijna voor 2000, man. Ga weg. Yeah. Hou op. Ja, maar dat is ook. Wat maakt het? Ik snap het, die extreme versie, man. Niks speciaals. Echt niks speciaals aan. Oh, en dit is de 3080. Oh, gaat die voor 1080? Grap, wat is. Hey, ik vind dit echt. Dit is een shitshow. Dit is echt wel echt een gigantische shitshow. En dan moeten we nog wachten tot die prijzen van die AMD-kaarten naar Nederland komen en shit. En dan gaat het denk ik grappig worden. Oh mijn god. Ja, even weer terug hier dan. Prijs gaan hopje omlaag. Ik bedoel, Nvidia moet een respons hierop geven. Ik bedoel, kijk, ik weet dat het hele genoeg van, we moeten wachten tot al die independent reviews met Linus, Chase TwoSense en die hele shit gewoon moeten hun eigen review geven. En wat ik ook in bij die vorige presentatie zei van, AMD geeft wel toe. Ik denk dat het is een regel dat ze moeten toegeven van, hey, wat waren onze settings dit en dat en zus en zo. En dat zetten ze ook letterlijk in die graphs. Dus ik weet, kan ik ze geloven? Ik bedoel, ja, het is misschien. Ze hebben heel erg gewoon cherrypicked gewoon. Op wat erin. Om het natuurlijk nog eens te laten zien. Maar ik kan wel een beetje geloven van. Van ja, maar dit is mogelijk. Kijk, voor zo'n Ryzen 4. Op 4K. Ja, vanaf 4K 60 in ieder geval. Het hit op ultra 134 fps. Dat kan ik geloven. Dat geloof ik 100%. Ik bedoel, met 1070 kan 4K. Ja, 4K 60. Soms gaat hij naar 50, maar het is playable. Dat geloof ik 100% gewoon. Doom Eternal. Doom is gewoon heel goed geoptimized. Daar kan ik niks over zeggen. Dat is gewoon waar. Division 2. Ik dacht dat Division 2 juist een shitshow was, maar hey, blijkbaar kan het 4K 62 gaan, oké? Okay? Call of Duty Modern Warfare is ook best wel goed geoptimized, maar het is een Nvidia-title. Dat is die shit juist. Borderlands, dat wil je niet proberen. Ik denk, het ding is, je moet Borderlands 3 niet spelen op een console, want dat gaat trippen. Of misschien op de next-gen consoles gaat dat goed werken. Borderlands.
Battlefield 5? Glitching, yay! Battlefield 5, daar moeten we eigenlijk niet eens op beginnen, maar het is gewoon zo kut. Ik weet niet, waarom, ik snap het, het is de laatste title van dingen, het is zo de Kai Engine, niet Kai Engine, bro. Wil die engine weer? Frostbite Engine. Ik bedoel, oké. Okay. Ik bedoel, bijna 100 fps. En dit, ik, om eerlijk te zijn, wat ik denk over de 6800, dus niet de XT, dit is gewoon eigenlijk gewoon de 3070 Ti gewoon. Als een 3070 Ti terugkomt, als Nvidia, er zijn rumors dat zeggen dat dit terugkomt. Dat is de kaart die ze gaan jagen. Dat ze gaan die 6800 opjagen. Dat weet ik 100%. Oh, Shadow of the Tomb. Ja, Shadow of the Tomb. Ik wil het dus op 4K doen. Dat is niet erg. Dat geloof ik. Wolfenstein Youngblood. Ja. Dat, een kutspel, maar qua technologie en al die shit. Het is een Nvidia title, maar ik vind het nice dat het heel goed geoptimized is hier zo. Dat hij tenminste on par is met de 2080 Ti. Fuck. / 3070. Man. Die dingen zijn on par met elkaar. Maar oké, okay, laten we terug naar die fucking kontenbonker gaan. Waar is de XT? Oh mijn god, Fortnite. Wie like Fortnite? Oh my god, stop. Stop, Youngblood. Fortnite. Do you like Fortnite? Do you like Fortnite? No, stop. Call it Jameski. VR chat. Do you like Fortnite? Echt cringy. CBT. Oké, we zijn terug bij Ebbedings. Oké, we zijn nu bij de XT. Dat is... Ik moet beseffen, 72 compute unit. Game clock. Oké, vertaling wat game clock is. Het is niet zomaar de normale klok. Gewoon de normale klok zou... Ik weet niet wat dat je... Misschien idle iets van 100 megahertz of zo. Weet je wel, dat het bijna niks doet. Maar game clock is gewoon de clock speed waar gewoon als je in game bent, dat die dat constant houdt. En natuurlijk met die nieuwe technologie gedoe van AMD. Van, hoe cooler het is... Hoe hoger ik kan gaan. En dan kan ik die fucking boost clock hitten. Of je bent gewoon niet barken. Je fixt gewoon waterkoeling. Dan haal je dat ding gewoon met gemak. Misschien haal je zelfs nog 2300. Ik vind de cash oké. Okay, ja, dat weten we. Dit is gewoon allemaal. Dit weten we. Maar holy shit. 300 watt. 300 watt. En besef hè. Je hoeft niet eens een nieuwe fucking power supply te kopen. Vreemd dit. Kijk daar. Jezus. Oké. Oké. Wacht even. Was dan die graphs? Universe X. Wat dan? Oh, I just gave a hot take. Gears of War sucks. Oké, okay. Gears of War 4 was niet zo erg goed, maar Gears of War 5 is beter. Holy shit. Oké. Of misschien moet ik nog één frame... Hier. Oh nee, maar hier gingen ze echt gewoon... Oké, dit is wel leesbaar. Tegen wat is dit? Oké, tegen de 3080, oké. Okay. Wolf zijn jong. Oké, ja, dat is ook weer een Nvidia title. Het is niet erg, ik bedoel. Hoeveel Oké, ze laten niet die frames per seconde zien van die 3080, oké, okay, bana's. Is niet erg, maar het komt. Ja, het komt in de buurt. Shadow of the Tomb Raider. Ik zou die game wel opnieuw willen spelen. Dat geef ik 100% toe. Holy shit, acht. Dit is op 4K. Dit pakt me gewoon. Dit is op 4K. Ik heb tegen heel veel mensen gezegd van, yo, 4K, op PC, of überhaupt, het is gewoon een klein beetje joke. Maar eigenlijk, nu is 4K is nu eigenlijk de nieuwe Full HD geworden. En mensen proberen nu 8K een ding te maken, hou op. De 8K, het gaat te ver. Stop, hou op.
Ja, ik bedoel, dat is echt, dat is gewoon nee, man. Hoe, hou op. Nou, wacht. Zoiets zegt, nu is het niet onmogelijk om te zien dat AMD in het volgende jaar gewoon king is van CPU en GPU. Ja, want ik denk, dit is het denk ik zelfde shit. De probleem dat ze gewoon allemaal hebben toegegeven van, yo, we hebben gewoon zitten lopen en niks doen gewoon. En nu, AMD snapt het vooral vanwege, omdat ze met Ryzen ook weten nu, van oké, we moesten gewoon doorblijven. We moesten gewoon doorblijven innoveren. Want Intel deed dat niet. Intel bleef gewoon, ik weet niet. Intel bleef letterlijk van hetzelfde fucking architectuur een nieuwe serie van maken en al die shit. Maar ja, ik bedoel, kijk waar Intel nu is en shit. En dit is terror. Ik bedoel, Resident Evil 3, wat... Oké. Grap, ik bedoel, voor mij is het... Je kan gewoon 4K playen, gewoon boven 60 fps, gewoon zonder stuttering en shit. Dat is het belangrijkste voor me. Gears of War 5, oké. 78, ik bedoel, dat is... Ik denk dat was juist een Nvidia gesponsord title. Nou, oké, fuck dat. Forza Horizon 4, wat ik al zei, ik bedoel... Holy shit, 138 fps op 4K. Doom Eternal, het is gewoon heel goed geoptimaliseerd. Ik bedoel, holy shit, 138. Dat, ja. De Division 2... De Division 2... Bruh. Het is gewoon bruh. Call of Duty Modern Warfare, dit pakt me wel. Gewoon, het werkt gewoon beter dan een 3080. In Modern Warfare, dat is... Maar ik weet niet, ik zou Modern Warfare niet willen playen op fucking dingen. Zo. Dat, op 4K, dat is niet nodig. Of 1440p, oké. Let's go. Borderlands, ik bedoel... Borderlands 3 speelt gewoon heel raar. Ik weet niet waarom. Ik ga de game uiteindelijk wel halen, maar wanneer al de DLC's... Blijkbaar, de seizoen 1 is al klaar van de fucking game. Nu komt de seizoen 2. Oké, nu moet ik nog een keer gaan wachten. Want ik wil niet fucking veel geld spenderen aan die shit. Oh shit, daar zijn ze fucking seizoenen. Ja, het hele season pass en al die shit. Ze hebben nu al fucking season pass 2 geannounced. Oh my god. Battlefield 5, ik bedoel... Blijf uit de buurt van Battlefield 5, simpel. Niet eens zo warm. Ja, ik heb heel spijt dat ik een game heb. Toxic? Ik heb het voor dit. Nee, de game is heel slecht, man. Het is echt... Nee. Oh ja, yeah, well, that speaks for itself. Oké, 6800XT, 40p gaming, oké. Dit is zelf overkill voor mij. Ik denk dat ik echt moet gaan wachten voor RTX 3060 Ti. Dit is echt... Dit is overkill. Dit is echt overkill. Dat denk ik. En ik wil niet weten, ik weet niet als ze 1440p graphs hebben laten zien voor de 6900XT, maar dat moet je niet nemen, man. Dat is wel 4K gewoon, hoor. Stop. Dat ding gaat je... Ja, je kan Borderlands 3 eindelijk spelen, jee. Boerenland. Doom Eternal, duh. Forza Horizon 4, oh, holy shit, 200 fps, what the fuck. Gears of War 5, oké, dat is eindelijk playable met een 144 hertz monitor. Resident Evil, het is Resident Evil, fuck dat. Shadow of the Tomb Raider, yay. Wolfenstein Youngblood, oh fuck, dat is alweer, die game was niet echt goed, maar oké. Battlefield 5, 200 fps, wow. Oh my god, oh fuck. Oh help. Fucking god. Ik bedoel, AMD heeft dat heel slim gewoon gespeeld. Als je al onze shit had, dan werkt het het beste. Dan krijg je meer performance. Fucking genius. Natuurlijk. Shit. Rage mode. One click overclocking. Fucking. Epische gamer, boys. Wat in de hel. Hey gamer girl. Ik wil terug aan de 6900. Oh my god, de YouTube channel gamer girls. Ja, oh my god. Dit was wel steeds disgusting gewoon.
Gewoon de beste performance per wat. Hey, het zal eigenlijk 50% zijn elke jaar, maar blijkbaar is het 65% dit jaar. En daarom hebben we deze shit de 6900. Rage wat een mode. Leuke naam. Rage mode. Ik... Oké, 6900 XT met Rage Mode aan, plus Smart Access Memory, dat is die hele gedoe van dat de CPU, hun CPU's takken met hun GPU's, shit. Het is gewoon een happy family en je krijgt meer powerful shit, oké. Plus nog de Rage Mode, ik het spijt me, maar die naam is shit, jongen, Rage Mode, the fuck. It's not good. Ik wist dat voor AMD ATI, dus eigenlijk de oorspronkelijke Radeon technology shit. Hun hadden een GPU line-up die heette Rage. Maar fuck. In deze tijd maak ik het eigenlijk niet gewoon geen Rage. Fucking Tekken 7 bullshit. Wat een fucking Street Fighter. In ieder geval, fuck it, oké, laten we erop doorgaan. Rage, man. Oké, ik bedoel... Wacht even, nee, wacht even. Hoeveel wat chopt dit ding ook alweer? Wacht, had ze niet de... ik denk, dit was het, denk ik. Wat is 300? Ja, 300 wat? We willen niet eens beginnen over die fucking 3090, hoeveel die chop. Holy shit. Dus oké, Wolfenstein Youngblood, oké. Ja, dat is gewoon Wolfenstein Youngblood. 4K, Shadow Tomb Raider 96. Oké, ja. Resident Evil 3, ik bedoel, het is Resident Evil 3, 130 fps. Gears of War 5, 92. Oké. Forza Horizon 4, 169. En dat op Ultra. Oh fuck. Doom Eternal, Ultra Nightmare, 150. Dat is wild, ding. Division 2, ik bedoel 1. Nou ja, Division 2 is alweer. Het is gewoon raar hoe dat werkt met qua technologie. 81. Call of Duty Modern Warfare. Alweer raar dat een NVIDIA title zo goed werkt. 102. Holy shit, man. Borderlands 3, 73. Ah, kut. Battlefield 5, maar ja. 122. Ik bedoel, bro, wat... Dit ding is zo'n doezel. Ik bedoel... En dan heb je daar zo gewoon in die Oekoe gewoon die 3090 voor je. Wat is die allemaal MSRP voor de 3090? Wat 1200 of zo? 1200 of 1100? Gewoon AMD komt door van, kijk, we kunnen hetzelfde ding doen voor minder. Yay. En ik bedoel, de 6800, ik bedoel, dat is gewoon kappersklap. Het is gewoon een paar niggas die iemand jumpen en shit. Gewoon. Zo zag het er gewoon uit. Maar andere kant weer, voor Nvidia, waar Nvidia weer een voordeel heeft, is... Hun software shit wat ze mee bezig zijn, die ik nodig heb. Als ik een creator. Ik zal heel graag met al mijn hart gewoon terug willen naar AMD. Wanneer het komt op 4K. Maar Nvidia heeft gewoon de beste software suite. Om eerlijk te zijn. En ik weet dat. Ja, november, december. Dat is eigenlijk de periode dat AMD een compleet nieuwe versie van hun driver software gaat fixen. Ik hoop dat ze iets proberen, man. Wat goed van pas komt. En er is nog wat ik al zei, er komen nu twee nieuwe competitors. Hoewel iedereen het Intel niet mag. Ik bedoel, we hebben
We hebben nieuwe mensen nodig in deze space gewoon. We hebben het nodig. Als er meer, natuurlijk gewoon, hoe meer competitors, hoe... Wij de consumenten winnen dan. Want de prijzen gaan dan omlaag. Want dan is het nog die drie, nou ja, plus vier. Als, hoe snel Imagination ook is met hun graphics card. Gaan we het ook al moeten machten gewoon. Dat gaat spicy worden. Maar nu is het al spicy gewoon. Nu dat AMD gewoon terug is. Het is al spicy. Nee, is die spicy noodle met die churros flavor? Oh ja, die ding is die... Ik weet de naam even niet meer. Dat is Death Sentence of zoiets was dat, weet ik wel. Ja, sorry, zoals dat. Die spicy noodles. Die recept blue. Poison of the... Ja, het was de Poison of the Garden Rose, of het was Daddy's Death Sentence. Dit is zo spicy. Het is gewoon zo spicy gewoon wat die hele matting zo gewoon gaande is in de GPU space. Ik ben legit gewoon blij gewoon dat AMD terug is. Waarom? Omdat eindelijk die prijzen omlaag gaan, boy. Oh, maar dankjewel corona dat je ding is dat een supply and demand gewoon kut gaat worden. Yay. Fucking hell. Ja, de supply and demand gaat hier echt gewoon... Het gaat... En we're demonetized now. Nee, niet in die zin. Holy shit, ik bedoel... Ik moet nog steeds gewoon even beseffen wat de fuck dit is. Dat er gaande is. Ja, maar dit is echt... Fuck. AMD is terug! AMD is gewoon back. Simpel. Plain is dat. AMD is gewoon back. Fuck. En ik vind het heel hard gewoon van zo dat... Hey, Heb je onze nieuwe CPU? Zo. Oh, je gaat ook nog een graphics card van ons halen? Oh, baby. Je krijgt echt even FPS van ons. Dat is gewoon affateren op een andere level gewoon. Dat is gewoon... ik denk ze hebben gewoon geleerd van fucking Apple. Hoe ze deze shit moeten doen. Ja, maar bij Apple is dat toch gewoon... Ja, ook Samsung een beetje. Is dat van... Als je onze product... Hey, onze producten werken heel goed. Of juist het best met onze producten. En dit is ook zo'n voorbeeld ervan. Ik had altijd het gevoel van... AMD zou zoiets moeten doen van... Hey, onze shit werkt gewoon het beste met onze shit. En dat lijkt het hierop. Of het is gewoon zo. Fuck. Oké, ik bedoel... Ik denk... Nu de andere hype is... Is de midrange. Wat gaat de midrange worden, boy? ik bedoel... Ja, ik vind... Nou ja. Ja, AMD heeft niet zoveel informatie gegeven. Ik bedoel... Wat gaat de 6700 XT zijn? Ik bedoel... Ja, we hebben de 5... wat was het? De 5700 XT. Maar... Ja, ik denk dat ze die misschien nog blijven gewoon verkopen en shit. En uiteindelijk announcen ze 6700. Maar ik bedoel, nu kunnen we wel een beetje speculeren van die prijs en shit. Want ik weet niet meer wat de MSRP was van de 5700 XT. Maar... Dit is heel veel denkwerk gewoon van... Wow. Shit man, ik bedoel... I'm days back. Fuck yeah. Ik kan het niet geloven.
Ik zie al Reddit is ontploft. Ze hebben Reddit geopgebombardeerd. Ja, grap. What the fuck, was een mini direct? Ja. Gaf, dat is... Oké, weet je wat? Nee. Weet je wat? Ik ga deze stream eindigen en dan fix ik dingen. Ik ga deze stream eindigen en dan gaan we fucking direct kijken. Direct mini. Eww. Oh my god. And then we're gonna kill something. Weet je wat? Zal ik echt doen? Ik bedoel, hey, dubbel upload, baby. Dubbel upload. En het is toch een mini, dus het is niet eens erg. This is gonna be a double upload, guys. I'm fucking scared. Oh, nee. Pagina faalt. Ik ga het erg maken. Fuck it, boys. Come on, boys. This is gonna be a quadruple upload, baby. Gewoon dinges dan. Gewoon vier video's van 10 minuten. Simpel. Dat is een ripple. Ik bedoel, nee, dat is echt gewoon zo co-op shit. Gewoon, eentje doet twee video's en de ander doet twee video's. Makkelijk. Nee, ik liever fucking triple, double upload dan fucking dinges. De quadruple. Oh nee, oh god. Oh jeetje, oh help. Ja, weet je wat? Ik zeg alvast, kijk niet de direct mini. We gaan het streamen. En mijn ma is ook niet terug. Ik kan niet naar Appie. Ik heb er niet nodig. Kom op man, ik heb Sisi nodig. Sisi! Die grote fles, jongen. Tweede gratis bij Appie. Bonuskaart. Fuck off. Gaat kwijt. Sisi. Ik haal die fles omhoog, net alsof ik fucking Travis Scott ben. Sicko mode. Hey, what's good, man? Travis Scott, and I make my fans eat this bullshit. Follow me. Alright, so this is a regular with lettuce, bacon, onion, and cheese. The fries, sometimes I grab one, that's like a fucking retard. Or this is like some sucking dick. Oh yeah, jongen, it's bright, 75% ice. J Balvin heeft ook eentje gekregen. Oh my god. Maar die van hem is niet eens, het is niet echt legit die van hem. Shit. Oh my god. God's fucking dead, man. Oké, weet je wat? Chat. Iedereen, dankjewel voor het kijken. Dit was episch. Dit was gewoon history in the making shit gewoon. Dit is één voor de fucking geschiedenisboeken gewoon. Dead ass. De dag dat AMD terug is gekomen met die fucking videokaart. Dit is die dag voor echt dat je dit mag zeggen. Rise up gamers. Ja, rise up gamers. Ik bedoel de titel van die shit. Rise of Game. Oh nee, de titel heet letterlijk Where Gaming Begins, episode 2. Oh fuck. No. Het is beter dan Rise of Gamers. Fuck you. Ik ben bang. Komt er nog een episode 3? Fuck, bro. Nee. Ik bedoel, Rise of Gamers, Rise of. Dat is nog cringe. Maar ik bedoel, ik snap het hele verhaal wat ze bedoelen met de context van where gaming begins. Gewoon van yo, we zijn back, we gaan shit opfokken. En dat laat ze zien. Dus ja, bro, hey, game begint. I can't take the word gamer seriously anymore. Ja, ik weet het, ik kan het ook niet meer. Het is gewoon... It's such a fucking meme. Het wordt echt gewoon... In society. God damn it. Fuck yeah, het is op het punt gewoon van dat mensen die alleen maar
games spelen op phones, noemen zichzelf gamers. Gamerphone, dat bestaat. Dankjewel, Asus. Gaming monitor, dat is nog begrijpelijk. Gaming stoel, ik bedoel, dat is gewoon een raceauto stoel, gewoon op een fucking tripod bewegende shit. Precies. Wat nog meer? Ik bedoel, game PC. Gaming. Gaming bed. Gaming ja, kast. Oh. Gaming raam. Gaming licht. Gaming beker. Laten we alsjeblieft dan geen joke. Ik denk dat Razer dat heeft gedaan. Oh, gaming toaster. Dat heeft Razer gedaan. Laat maar, ik heb opgegeven. Gaming fles is gewoon G Fuel. Gamershops. Gamer drink. Gamer juice. Gamer drink. Gamer ja, juice. Ik ga van die voice chat weg. Ik heb Nee, sorry. Stop al wat ik bedoel. Het woord gaming is gewoon verpest, oké? Okay? Laten we daar ophouden. Fuck hell. Oké. Dus chat, over weet ik veel, 10 of 20 minuten. Ik wil gewoon een dubbel upload fixen, dubbel livestream. Fuck it. Ik zie jullie over 10 of 20 minuten. Hi. I'll see everyone later. 10 minutes, just a short break. Do all your tasks and stay safe. Bye, see you soon. Dat is over 2 dagen.